van harte welkom aan deze meditatie. Vandaag gaan we lezen uit Johannes 12. Johannes 12, vers 20 tot en met 28. Johannes 12, vers 20 tot en met 28. Het is een vervolgverhaal. Op afgelopen zondag hebben we het toen gehad over de intocht in Jeruzalem. Dat Jezus in Jeruzalem aankomt, dat de mensen op straten staan te juichen. Hosanna, Hosanna. En dan gaan we nu lezen wat er daarna gebeurt. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. Zoals we afgelopen zondag hebben gehoord, ging Jezus naar het Pesachfeest in Jeruzalem. En hij werd daar door de hele grote menigte ontvangen. Mensen stonden aan de beide kanten van de straat met de palmtakken in hun handen en ze juichten Jezus toe als de koning van de Joden. En ze riepen: Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hij is de koning van Israël. Mensen juichten om de komst van deze Zoon van God. Maar ja, de vraag is, hoe lang zal dat nog duren voordat dit gejuich verandert in geschreeuw? Dat mensen niet meer riepen: Hosanna, Hosanna. Maar dat mensen zullen roepen: kruisig hem, kruisig hem. Wat een paradox eigenlijk. Dat als Jezus Jeruzalem binnenkomt, dat mensen Hosanna, Hosanna roepen en denken dat hij de koning van Israël wordt. Maar dat Jezus eigenlijk een ander doel voor zijn ogen heeft. Want hij moet weer verder reizen naar Golgotha om daar aan het kruis te hangen en te sterven. Als je puur naar de intocht van Jeruzalem leest en kijkt, dan merk je dat dat lijkt alsof Jezus Jeruzalem binnenkomt om als koning aangesteld te worden. Maar het punt is, het verhaal eindigt hier niet. Het gaat weer verder. Het is nog niet compleet. Want vandaag lezen wij dat Jezus ook doodsbang is, lezen wij in vers 27. Hij zegt: nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. En met dit ogenblik bedoelt hij niet het moment dat hij in Jeruzalem binnenkomt. Nee, hij is doodsbang voor wat er nu komen gaat, voor in de toekomst. Zoveel pijn en zoveel martelgang. En nog meer, de toorn van God om de zonden van de mensen en zijn verlatenheid aan het kruis. En vandaar dat hij ook had gebeden op de Olijfberg: Vader, als het kan, wilt u dan deze beker van uw toorn aan mij voorbij gaan. Maar Vader, laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Jezus werd overvallen door doodsangst. Tegelijk
blijft Jezus heel helder en duidelijk waarvoor hij deze lijdensweg moet gaan lopen. Hij zegt, hiervoor ben ik juist gekomen naar deze wereld, naar deze aarde, om juist te sterven als een graankorrel. Zoals een graankorrel op de grond valt en sterft en veel vruchten draagt, zo zou Jezus, de mensenzoon, ook moeten sterven aan het kruis, om vele levens te redden. De weg van het kruis, daar heeft hij het over. En die kruisweg is de weg van het zichzelf verliezen. De weg van de minste willen zijn. De weg bij uitstek om Gods toorn te dragen. En alleen hij kan dat. En niemand anders. En als hij bidt, dan ziet hij zijn geliefde leerlingen, zijn geliefde mensen voor zijn ogen. En Johannes zegt dat Jezus' liefde voor de mensen die hem toebehoren tot het uiterste zou gaan. Tot het uiterste. Dat maximum, het maximale wat je eruit kan halen. Ja, tot het uiterste. Dat is wat Jezus wil. Hij wil alles geven wat hij kan geven. Zijn leven. In Korea zeggen we, voor jou kan ik mijn lever en mijn galblaas geven. En dat betekent, voor jou kan ik echt alles geven wat ik heb. Alles wat ik heb. Zelfs mijn leven. En dat is wat Jezus wil. Zijn leven geven, omwille van jou, omwille van mij. Omdat hij jou ontzettend veel lief heeft. Is er iemand die u zo lief heeft? Je ouders, je kinderen, je vrienden, je man of je vrouw? Wat kun je van jezelf geven aan die persoon? Vast heel veel, denk ik. En misschien zelfs je leven. Waarom kun je dat? Waarom kun je dat geven? Nou, omdat degene voor jou zo waardevol is, zo kostbaar is, dat je zelfs je leven kunt geven. Jezus geeft ook zijn leven voor jou en voor mij, omdat jij zo kostbaar bent in zijn ogen. En weet u wat nou bij hem nou zo bijzonder is? Dat is dat hij sterft voor alle mensen die bij hem horen. Niet één of twee of drie of vier, een paar mensen, nee, een heleboel. Zoveel als de zandkorrels aan de boulevard of al die stofjes in de lucht. Als één graankorrel sterft, draagt het veel vruchten. En Jezus heeft zelf voor deze weg gekozen. Om die ene graankorrel te zijn. Om gebroken te worden. Zodat er een nieuw leven ontstaat uit de kern van die korrel. En dat ene leven zal zorgen voor vele levens. En laten we ons leven dan aan hem overgeven. Want hij zal eerst moeten sterven. En je zult zien dat uit die één graankorrel een nieuw kiem zal ontstaan om veel vruchten te dragen. Wanneer één graankorrel op de grond valt en sterft, zal hij veel vruchten dragen. Voor u en voor mij. Amen. Zullen we samen zingen Via Dolorosa van Cela?
langste Via Dolorosa in Jeruzalem die dag. Verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden, kruisigd Geliefde mensen, iedereen, bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren van deze meditatie. Bedankt voor het zingen. Ik hoop dat u ook deze week doorheen komt met de krachtige woorden van onze God. En ik hoop dat u ook met goede moed ook deze week vol zal houden, de laatste dagen van de 40 dagen tijd. Mogen we uitzien naar de Goede Vrijdag. En graag tot ziens, tot vrijdag.